Het historisch festival, het gaat weer door. Egbert Willems, hoe is het om daar voorzitter van te mogen zijn van die stichting? Nou, het is zo mooi dat je dit voor de vijfde keer weer voor elkaar krijgt. Want het is eigenlijk een feestje wat je mag organiseren. Zo hier in het Schelvorstpark. Het is zo fotogeniek, want we hebben net bij de opening al die uniformen gezien. Je ziet de groene achtergrond. Nou, wat nu natuurlijk ontbreekt is het zonnetje. Maar morgen krijgen we de zon. Dan moet je zien wat we hier allemaal voor spektakel krijgen. En dat dankzij... Ja, niet alleen een enthousiast bestuur, maar vooral alle vrijwilligers die hier een steentje aan bijdragen. En al die mensen op de achtergrond, die hebben het financieel mogelijk gemaakt. En niet alleen zij hoor, want we hebben een heel behoorlijk hoog budget. En door de educatie, door de scholen, door te vertellen wat Napoleon ons allemaal gebracht heeft. Hè, want we hoorden dan wel geluiden, er is... tegenwoordig in Europa oorlog en moeten we ons daarmee bezighouden. Maar Napoleon, de poot van het historisch festival, is zeker voor meer dan de helft geen oorlogje spelen, maar is de educatie wat Napoleon, het kadaster, de achternamen, er is ook de belastingheffing, dat is allemaal door Napoleon bedacht en dat is tot op de dag van vandaag, vroeger heette het ons burgerlijk wetboek, de Code Napoleon, de Code Civil, dat is ons burgerlijk wetboek. Dat hebben we nog steeds. Nou, dat is wat we hier ook met z'n allen doen. In dit regiment hebben ook mensen uit Nederland gediend. Dus dat is een mooi stukje geschiedenis en een heel mooi linie-infanterie-regiment die deze groep uitbeeldt. Ga ik nog heel snel even naar de dame naast u, want zij is wel degene die vrijwilligers allemaal weer te ronselen. En is ook dit jaar weer gelukt? Ja, dat is super gelukt. We hebben zo'n grote groep vrijwilligers in Almelo die dit ook weer mogelijk maken. Wij zijn intussen buiten Almelo bekend, als zijnde de werkgroep uit, en de vrijwilligersgroep uit Almelo die van wanten weet en van aanpakken weet. En ik heb er 77 in totaal op papier staan, waaronder ook mensen vanuit Taalpunt die ons komen hebben. Timberland is erbij met een maatschappelijk verantwoord ondernemen. Die komen maandag met een groep van 10 mensen. Ik heb er 10 uit het AZC. Nou, het is gewoon een super samenwerking. Die kinderen en die jongens die leren ook allemaal weer Nederlands, nieuwe woorden erbij. Die verbazen zich van wat hier allemaal gebeurt. En het is zo... We zijn gisteren begonnen, donderdagmorgen. We zijn nu klaar. Vanmiddag om 4 uur was het terrein klaar met alle vrijwilligers. We hebben heerlijk gegeten met elkaar. En morgen gaan we knallen met een fantastische dag. En alles wat we morgen gaan doen, schapen, koetsen, paarden, de slag zelf. Ik zou zeggen, kom kijken. Kom echt kijken, morgen of zondag, kom echt kijken. Een van de evenementen die in het oog springt als je het over Almelo hebt, is dit festival. Waarbij mensen uit de hele Europa, maar deze keer kan ik ook zeggen uit de hele wereld, want zelfs tot uit de Verenigde Staten aan toe, hier naartoe komen om mee te doen aan dit evenement. Om mee te doen met het beleven van geschiedenis. Maar ook met het bieden van vertier en het leren van soms ook wat jongere kijkers bij dit evenement van hoe de geschiedenis van Europa eigenlijk in elkaar zit. Dat is eigenlijk een heel belangrijke nevenverdienste van dit mooie festival. Hoe is het om weer bij het historisch festival te zijn? Ja, geweldig natuurlijk. Na 4 jaar is dit evenement weer terug in de stad. Dat is een enorme prestatie van de organisatie. Ook van alle sponsors en alle begeleiders van dit geweldig evenement. Ja, en natuurlijk ook van alle mensen die van heinde en verre tot uit Amerika aan toe hier naartoe gekomen zijn om mee te doen. Ja, dan mag je pas trots zijn als je zo'n burgemeester hebt. Hier is het festival officieel geopend. Heel veel plezier komend weekend. Geniet ervan. Het is gratis entree voor iedereen en is een prachtig kinderplein, tal van activiteiten. Welkom om terug te komen komend weekend en dank voor je komst. En hoe was het om weer dat kanon te mogen afsteken? Nou ja, ik heb 4 jaar geleden dat ook gedaan, de laatste keer. Zonder oorbeschermers, dat heb ik geweten. Dus ik was nu verstandig en ik heb oorbeschermers meegenomen en toen ging het goed.